What's up allemaal jongens en meisjes, dames en heren en alles wat er tussenin valt. Welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag weer knallen in Brawl Stars. Dit gaat heel nice worden wat we vandaag gaan doen. Want er is namelijk een mega evenement. Dat is super nice. Volgens mij houdt het in dat je 5 tegen 1 speelt. 1 iemand is een soort van mega groot monster en dan moeten 5 mensen hem proberen te verslaan. En dan moet je gewoon zo lang mogelijk proberen te overleven. En dan krijg je gewoon heel veel punten. De monster moet zo snel mogelijk de 5 doodmaken. En de 5 moeten zo snel mogelijk het monster doodmaken. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat gaan we doen. En ik heb momenteel 43 van die evenement tickets. En die ga ik allemaal inzetten. Ik ga eerst eventjes gewoon een keertje spelen om te kijken wat het is. En dat ik een beetje kan oefenen. En dan gaan we in één keer bats 40 van die evenement tickets inzetten. Even kijken of dat mogelijk is. Oh, ik krijg de hele tijd van die dingen. Nou, dat even niet. Oh nee, je kan maximaal 20 inzetten. Weet je wat, dan doen we gewoon 2 keer 20. Dan ga ik één keertje eerst spelen met 3. En daarna gaan we 2 keer spelen met 20. Dus dan zet je denk ik ziek veel in. En als het goed is, kan je dan super veel punten verdienen. En het is wel een beetje irritant dat ik nonstop van die uitnodigingen krijg. Maar ja, ik zal nu even zorgen dat ze 10 minuten niet kunnen sturen. Want ik ga nu deze mega gevecht doen. En dan is het niet zo handig dat ik allemaal met andere kleingenoten ga. Ik weet eigenlijk niet eens of dat kan. Maar ik wil jullie in ieder geval eerst even vragen om allemaal dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou heel awesome zijn op deze video. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar laten we maar het eerste potje gaan spelen. Welke knokker zal ik selecteren? Ik denk dat je hier een knokker nodig hebt voor op afstand. Dus ik selecteer Barley even. Dan gaan we eerst even een potje oefenen met Barley. En dan gaan we eens kijken. En ik weet ook niet of je random wordt gekozen als monster. Oh nou, er is dus één monster. En ik zie dat andere teamgenoten wel wat sterker hebben. Ik ben benieuwd waar die is. Oh, daar is die. Holy shit! Die is echt ziek groot. Ja, ik weet niet of je beter van afstand of van dichtbij kan hebben. Misschien zijn van die monsters van dichtbij ook wel beter. Holy shit! Dat is echt niet helemaal sterk, dat ding. We kunnen hier even gaan hitten. Ik moet gewoon zorgen dat hij niet mij kan raken. En dan zou ik dit wel kunnen overleven. Oh, hij rent echt keihard weg. Dan krijgt hij weer allemaal levens erbij. Maar dat teamgenoten doen levens eraf. Maar oh, dit is wel echt fucked up, man. We krijgen zo snel levens erbij. Ik doe even een special attack. Oh, die special attack was wel nice. Come on, attack jongens, attack! Dit is echt zo lijf, jongens. Ik hoop dat ik zo meteen ook die grote kan zijn. Of ik weet niet eens of je iedereen die grote kan zijn. Zeg maar dat elke knokker die grote kan worden. Ik zal hier even een special attack doen. Come on! Oh shit. Ik kan in ieder geval hier even die special attack weg doen. Ah, ik ben bijna dood. We kunnen misschien hier nog overleven. Nee, helaas. Dat niet. Maar hij is wel bijna dood. Dit gaat op zich wel goed. Volgens mij, als we nu zo meteen killen, dan hebben we het redelijk snel voor elkaar weten te krijgen. Maar ik denk dat ik niet de juiste knokker heb voor dit. Misschien kan ik beter de boel kiezen of zo volgende keer. Come on, attack. Ik zal hier even die proberen kapot te maken. Oh, maar hij gaat al weg. Hij gaat al weg. Dus in principe maakt dat niet heel veel uit. Ja, come on. Hier, special attack. Come on. Bijna. Oh, come on. Oh, hij heeft me wel dood. Maar hij is bijna dood. Come on, guys. 6% heeft hij nog maar. Even kijken of hij deze kan. 3, 2, 1. En dan is hij nu dood. Ja, nice. Oké. Binnen 1 minuut en 52 seconden hebben we het voltooid. Is dat goed? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel punten we daarvoor krijgen. Hoeveel krijgen we nu? We krijgen in ieder geval sterbonus. We krijgen 63 van die speciale munten. En dat is nog maar keer 3. Dus als je keer 20 doet, krijg je nog veel meer. Tijdsbeloning. 21. Oké, dit is op zich wel ziek. Maar we gaan nu even een andere knokker selecteren. En dan gaan we nu 20 van die punten inzetten. Ik ga nu de bul selecteren. Ik denk dat die net iets chiller is. Sorry jongens, ik ben nu even voor mezelf aan het spelen. Maar even kijken, dit keertje. Nou prima, is niet heel geweldig. Maar we gaan nu even in één keer 20 van die punten inzetten. Dat is echt ziek jongen. Holy shit, ik hoop dat ik zelf nog één keertje dat monster kan gaan worden. Is dat nu het geval? Nee, dat is nu niet het geval. Maar we gaan nu gewoon lekker aanvallen. Oh, die is ook wel sterk volgens mij. Ik denk dat dit nu moeilijker gaat worden dan het vorige potje. Maar we zullen gaan zien. Waar is die? Oh, daar is die. Bam. Oké, eventjes weg ondertussen. Ah! Dan kan ik eventjes veel damage doen. Dan moet ik even zorgen dat ik weer wat levens erbij heb. Ik denk dat dit wel lastig gaat worden. Want deze kill doet het wel wat slimmer. Even hit. En dan weer weg. Wegwezen. Kijk, dat werkt vet goed, jongen, met die bull.
Gewoon een paar hits. Wegwezen, zorg dat je weer wat HP hebt. En dan er weer naartoe en dan weer een paar hits. Oh, hij gaat daar een beetje in die hoek staan. Nou, dan kunnen teamgenoten... Kan niemand hem zo hitten? Nou, ik weet niet. Ja, zo volgens mij wel. Oké, even hit, hit, hit. Wat de fuck is dit? Ja, jongen, het hele spel liep vast. Wat de fuck? We hebben nu al wel 50% van zijn levens eraf. Dus dat is in principe wel chill. Maar dit sloeg helemaal nergens op. Als het spel niet zo vast liep, dan had ik misschien nog wel iets mee kunnen overleven. Oké, kom op. Bats, bats, bats. Eventjes weg weer. Wat? Wat is dit? Ik ging weg. En weer loopt hij vast. Dit hele spel loopt vast. Misschien is dit evenement nog net niet goed genoeg voor, zeg maar, Brawl Stars. Dat het nog net te veel geheugen kost of zo. Maar ik denk dat hij hier ergens in de bosjes zit. Ja, inderdaad. Kom op. Bats, bats. En dan weer wegwezen. Ik druk weg. Wat is dit, jongen? Dit is echt super frustrerend. Gaan teamgenoten hem nu wel killen? Hij heeft nog 2%, nog 1%. Nou ja, dit moet dan nu wel te doen zijn, toch? We hebben hem wel snel... Ja, hij is nu dood. 1 minuut 36. Dat is wel een stuk sneller dan wat we net hadden. Dus als het goed is, krijgen we nu meer punten erbij. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Hoeveel gaan we er nu bij krijgen? Holy shit! 400 van die punten in één keer. Dat betekent dat we nu 4 van die kisten in één keer in bats kunnen openen. Dat is wel echt koudig, joh. What the fuck? Weet je wat, ik ga nu nog 1 potje doen met 20 inzet. Of zal ik 2 van 10 doen? Ja, ik wil eigenlijk zelf dat monster ook nog een keertje worden. Weet je wat, ik doe 2 van 10 en dan uiteindelijk zet ik wel alles in. Maar dan is de kans dat ik het monster word nog net iets groter. Oké, ik ben het nu helaas niet. Ik hoop dat ik dat potje hierna dan ga worden. Maar we kunnen dan op deze manier in ieder geval ziek veel van die punten vrij spelen. Maar ik ga hier nu heen. Hij zal denk ik hier... Oh, hij is daar zo. Oeh, dat is trouwens ook wel een goeie, man. Want dan kan hij iedereen killen. Bas, bas, bas. Want op het moment dat je die bent, dan kan je iedereen achter elkaar hitten. Dat is als je die bent, als grote monster, dan ben je echt ziek overpowered. In ieder geval, dat denk ik. Want als je één iemand hit, hit je eigenlijk iedereen de hele tijd. En dat is wel echt fucked up. Oh, en hij heeft natuurlijk ook nog dat ding. Holy shit, die is ziek overpowered, man. Gewoon eventjes een special tank. Oh, dit is echt lastig. Oh, yo, ik ga het misschien zo meteen ook die selecteren. En dan hoop ik dat ik dan ook het monster word. Want ik denk dat je dan echt ziek lang kan overleven. In ieder geval, deze kerel dat nu doet, is echt super slim. Want je kan er gewoon bijna niks tegen doen. Ik zag hier, special dat hit, hit. What the fuck, ik ben nu al gewoon dood. Dit is echt niet te doen gewoon. Eigenlijk is de bul nu weer echt een super slechte knokker. Dat verschilt dus gewoon heel erg per keer wat voor knokker je bent of het een beetje chill is. Oké, we gaan natuurlijk wel gewoon ons best doen. Oh shit, daar werd ik alweer geraakt. Ik ga eventjes hierheen. Oh yo, hij doet wel veel hits. Ik wacht eventjes hier. En als hij tevoorschijn komt... Oh shit, hij zet nu alweer de knakker. We hebben ook alleen maar knakkers van afstand nu. Dat is echt fucked up. Kijk dan, dit is echt heel erg zuur. Want we kunnen gewoon niks. Iedereen is zo dood, man. Wat de fuck is dit? Check dit dan. Ik kan er wel heen gaan, maar dan ben ik ook zo dood. Ja, dan doe ik misschien ietsje damage, want dit is echt heel erg fucked up. Nou, weet je wat? Jullie zien me weer als die knokker dood is. Maar dat kan misschien nog wel eventjes gaan duren. Nou, ondertussen heeft hij nog 1% en hij is eindelijk dood. Dit was echt niet te doen gewoon. We hebben er 3 minuten en 8 seconden op gedaan. What the fuck? Dus wij hebben nu verloren. Ik weet niet precies waar de grens zit met hoeveel tijd je hebt gewonnen of verloren. Hoeveel punten? We krijgen wel 140 erbij, plus of 20. Dus in totaal 160. Dat is op zich wel sick. Dan kunnen we nu al 6 van die kisten zo meteen openen. Maar ik wil graag, heel graag zelf dat monster zijn. Dus, oh shit, al die uitnodigingen weer. Ik ga eventjes deze selecteren. Die was hij net ook. En dat werkte ziek goed. Dus ik ga nu gewoon een paar keer ga ik even spelen. En dan hoop ik dat ik die monster kan worden. Dan doe ik nu gewoon 5. Want ik wil gewoon die monster een keertje zijn. En als ik die monster ben, dan krijgen jullie het te zien. En als ik dat monster niet ben, dan krijgen jullie het niet te zien. Maar nu ben ik het helaas niet. A few moments later. Ja. Oké, het is zover. Ik ben hem. Oké, ik heb deze dus geselecteerd. Je moet gewoon naar deze kant blijven. En een beetje in de hoekje. Dat is schijt irritant. Maar als hun knokjes hebben voor op afstand, dan is dat voor hun natuurlijk weer een voordeel. Ik kan daar even iets doen. Is hij al bijna dood? Nee, dat niet. Dat niet. Holy shit. Dit is toch moeilijker dan dat ik dacht. Je zit echt tegen 5 van die anderen. Oké, die is dood. Ik zal hier even die neerzetten. Die special attack van mij. We kunnen hier zo dat neerzetten. En dan heb ik een soort van verdediging. En dat is dan voor hun ziek irritant. Ik ga even hier verdedigen.
Kom op. Oh, die is bijna dood. Ja, die is nu denk ik wel dood. Kom op. Ja, die is dood. Kunnen we hier even special tech neerzetten weer? Kom op. Oké, die is dood. Dat is chill. Op deze manier werkt dat best wel goed volgens mij hoor. Kom even daar wat attacks. Kom op. Oeh, die zijn ook bijna dood. Kom op, kom op. Hier, oké, die daar aanvallen. Oké, die is ook dood. Hoeveel procent van mijn HP heb ik nog? Want dat kan ik eigenlijk helemaal niet zien, hè. Kom op. Die even killen. Oké, dan zet ik hier mijn ding weer neer. Gewoon de hele tijd op die manier. En dan hier weer aanvallen. Hoppatee, iedereen weer dood. Dit werkt best wel goed, man. Ik heb nu al meer dan 1 minuut 18 overleefd. Ik had net iemand die al 2,5 minuut overleefd. En toen ging hij dood. Oké, nou, hij heeft daar bommen gegooid. Dan zet ik hier mooi mijn ding weer neer. Die kerel killen. We kunnen hier even aanvallen. Oké, dan is die daar ook dood. Zet ik hier weer mijn verdediging neer. Kom op. Ja, oké, die zijn bijna dood daar. Oeh, dat scheelt helemaal niks. Oké, die is ook dood. Ga ik hier weer even staan. 1 minuut 42 hebben we nu overleefd. 1 minuut 43. Oeh, moeten we even uitkijken. Oeh, daar probeert iemand aan te vallen. Kom op, kill. Oh, daar is mijn muurtje is kapot. Nou, dan gaan we naar de andere kant. Zet ik hier mijn gevechtding neer. Gaan we aan deze kant schuilen. Dit werkt best wel goed. Ik heb al 2 minuten overleefd. Dan ga ik daar even aanvallen. Oeh, shit. Oké, ik kreeg wel wat levens af. Even daar een hit. Kom op. Oh, shit. Nee, net niet. Net geen hit. Ik zal hier even verdedigen. Dan moet ze weer bijna dood. Hier eventjes weer mijn ding neerzetten. Oké, 2 minuten 18. Holy shit, ik ga lekker. Dit is sowieso de beste knokker die je kan zijn voor nu. Ik zal hier even verdedigen. Even die neerhalen. Oeh, shit, ik ben nu wel bijna dood. Maar ik heb sowieso gewonnen, dus dat is chill. Ik zal hier even nog mijn verdediging neerzetten. Dan heeft hij weer wat levens erbij. Ik ben wel bijna dood, maar ik leef nog steeds. 2 minuten 14. Holy shit. Ik moet gewoon een beetje hierachter blijven schuilen. En dan komt het wel goed. Even daar wat hits. Kom op, heb ik weer een kill. Hier even mijn verdediging weer neerzetten. Kom op, weer een kill. Boy, yo, bijna 3 minuten overleefd. Weer een kill. Holy shit, wat gaat het lekker. Ik heb gewoon 3 minuten al overleefd. Holy shit, wat ziek is dit. En nu ben ik dood. Huh? Hoe ben ik nou dood gegaan? Niemand viel me aan. Misschien vanwege de tijd. Maar ik heb nu gewonnen. Lekker hard. Dit ging echt heel goed. Hoeveel van die punten krijg je dan bij? Ik krijg 26 erbij. Ja, niet heel veel. Dat komt omdat mijn inzet niet extreem hoog was. Maar ik heb nu bijna alles ingezet. En we kunnen nu gewoon 7 van die kisten openen. Dat is echt ziek veel. We gaan ze gewoon allemaal openen. En dan gaan we even kijken of we wat leuks krijgen. Elmilio Penny krijgen we er nog wat van. En dan krijg je nog weer 2 evenement tickets. Dat is ook wel nice. Uit al die kisten krijg je natuurlijk ook weer evenement tickets. Munten, Poco, Barley. 25 daarvan. Dat is best veel. Dit is echt ziek. Weet je wat? Ik ga trouwens even alles snel openen. En dan zien jullie me zo meteen weer als ik alles heb geopend. En als ik echt iets goeds en iets speciaals krijg, dan zien jullie dat. Maar dit soort kisten zijn natuurlijk niet heel speciaal. Oké, nou, dit wordt de laatste kist. Oh, what the fuck? We spelen ook nog een knokkenprijs. Prank krijgen we. Dat was de enige epische die ik nog nodig had. Oké, nice. Dan spelen we op het laatste moment ook nog een knokkenvrij. Dit is wel heel ziek, dat is Frank. Nou, dan gaan we daar binnenkort denk ik een keertje mee spelen. Dan heb ik nu al 15 knokkers vrijgespeeld. Alleen de knokkers hieronder staan heb ik nog niet. Oké, nice, dit is wel echt heel chill. Dat heb je natuurlijk wel als je heel veel kisten kan openen. Grotere kans op knokkers. Nou, ik heb er uiteindelijk ook nog één gekregen. Wat een zieke game mode was dit. Maar dan laat ik het hierbij voor deze video. Zieke game mode. Heel nice dat ik gewoon bijna alle pas heb gewonnen. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later basis. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!